Centraal in de Tolpoortstraat, op de plek waar vroeger de JBC was, opende gisteren de Hub Hub. Een galerij met 9 winkels waar vooral starters hun eerste ervaring als ondernemer kunnen opdoen. De Tolpoortstraat is toch wel een beetje de winkelstraat in het centrum van Deinzen. En wij willen toch als stadsbestuur verder blijven investeren in het handelsapparaat. En als wij hier kunnen een 9-tal nieuwe ondernemers aantrekken die dan misschien op hun beurt na verloop van tijd hun eigen zaak starten in hun eigen pand, dan zullen wij daar heel blij voor. En voor ons is dus investeren in lokale economie heel belangrijk. Met de opening van dit pand heeft de Tolpoortstraat er in één klap 9 nieuwe winkels bij. Die kan de winkelstraat, die zo goed als helemaal leeg dreigde te lopen, best gebruiken. Aan die leegstand zou nu wel eens een einde kunnen komen. Hoe meer zaken, hoe meer ondernemers, hoe meer beweging, hoe meer mensen naar de stad zullen komen. En bijvoorbeeld hier naast mij een skateshop, dat is iets echt wat volgens mij zeker een meerwaarde is voor onze stad. Want we hebben een skatepark, maar we hadden nog geen skateshopwinkel. Nu omdat we dat erbij hebben, kan dat alleen maar meer mensen naar de stad trekken, wat dat ook onze bedoeling is. Het was al heel lang dat enkel dat mensen altijd van Deinzen naar Gent moesten gaan en zo, om daar dingen te kopen. Ik denk Gent was de dichtste ook, denk ik, waar dat er een shop was. En nu in Deinzen is het allemaal vrij. En ja, we hebben overal muur vol met keuze. Dus overal muur vol met keuze. Dus ja, denk wel dat de moeite zal zijn. En ja, het draait goed dus. En Hub Hub is er niet alleen voor starters. Boekenwinkel Letters & Co. vind je normaal gezien op de markt van Deinzen, maar dat pand gaan ze helemaal renoveren. Dus wij moeten tijdelijk het pand verlaten. En toen kwam deze opportuniteit van het Stad Deinzen dat wij zouden kunnen mee deel uitmaken van het Hub Hub pand. En wij zijn daar onmiddellijk opgesprongen. En we zijn erin geslaagd om op een week tijd Hans het interieur af te breken. En eigenlijk een complete nieuwe winkel op te zetten hier in de Tolpoortstraat. En niet alleen de klanten vinden vlot een weg naar deze winkelgalerij, ook de handelaars hebben het er best naar hun zin. Je hebt hier alles, je kan hier ook iets drinken. Er zijn verschillende starters, wat ook heel fijn is. Er hangt een goede dynamiek al, nu, na een week, dat we hier allemaal samen alles eraan gedaan hebben om dat hier klaar te stomen voor de opening voor vandaag. Dus ja, we zien dat eigenlijk enorm zitten, ja. Ja, eigenlijk vind ik het echt wel de max. Want ik ben daarnet al, zo, als ik moest daarnet gewoon naar het toilet bijvoorbeeld, aan het einde van dingen. En dan moeten ze voorbij alle dingen lopen. En ja, je hebt dan zo een yoga establishment en zo. En hier wel platen en zo. En het is allemaal wijs dat het zo'n beetje artsy-fartsy dingen zijn, zo. En het is leuk dat wij er een deel van kunnen zijn, vind ik wel. Dus ja, het is echt de max.